PSV, wat je Joost van Erp. PSV verliest met 2-1 van Inter. Was die nederlaag terecht? In de eerste helft vond ik PSV beter dan Inter. Kwam ook 1-0 voor door Rosario. Mooi schot van afstand. Die jongen is goed in vorm. Maakte 1-0 voor PSV. Toen was eigenlijk het moment van de wedstrijd de niet gegeven rode kaart voor de doelman van Inter. Hij maakte hands buiten het strafschopgebied. Ja, dan is normaal gesproken de rode kaart de enige tractatie die je dan krijgt. Maar hij kreeg geel. Ja, en daar had eigenlijk niemand op gerekend. Keeper mocht blijven staan. PSV kreeg de gelijkmaker op de oren. Foutje van Zoet. Wordt 1-1 vlak voor rust. En na rust kwam Inter op 2-1. Communicatiefout tussen Schwaab en Zoet. Inter 2-1 voor, ja, die hebben toen niet heel veel meer weggegeven. Ja, dan zie je dat Inter die wedstrijd uitvoetbalt en de boel op slot gooit. En dat is natuurlijk wel kwaliteit wat die Italianen hebben. Gelijkspelletje had het misschien wel ingezeten voor PSV, maar ja, ze hadden gewoon een hele goede tegenstander vanavond. Hoe nu verder? Want PSV heeft uit de eerste twee wedstrijden 0 punten. En nou komt de tweeluik met Tottenham. Zie je daar nog enige kans in? Ja, als PSV nog door wil in de Champions League moeten ze allebei winnen. Want je hebt nu zo'n situatie 6 punten voor Barça, 6 voor Inter, 0 voor Spurs en 0 voor PSV. Ze zullen 2 keer moeten winnen om nog Champions League ambities te hebben. Maar ik denk dat het nu echt gaat met Spurs om de derde plek om de Europa League. En dat zal al super lastig worden om dat voor elkaar te krijgen. Mark van Bommel had het vooral over de kleine details. Lag het daar ook echt aan vandaag, denk je? Ja, zeker. Je kan niet zeggen dat PSV elftal heeft wat er niks van kan. Want ze staan bovenaan in de Eredivisie. Hebben gewoon heel veel leuke spelers. Maar details maken het verschil. Hè? Zoet die een bal net niet goed wegwerkt. Waaruit de Italianen de 1-1 maken. Die communicatiefout tussen Zoet en Schwaab bij de 2-1. Dat zijn details. Ja, die worden dan keihard afgestraft. Ja, een FCM doet dat bijvoorbeeld niet. Maar ja, in dit geval een Inter. Ja, die hebben een half kantje nodig om een goal te maken. En dat is natuurlijk gewoon pure kwaliteit. En ja, die harde lessen, zoals het mooi heet, van het Europese voetbal heeft PSV ook vanavond gekregen. Welke PSV'er viel bij jou het meest op vanavond? Ik denk Rosario. Ik vind dat echt een jongen die echt ontzettend goed voetbalt al wekenlang. Die wordt niet echt de ploeg gespeeld op deze manier. Doet het goed. Maakt ook een mooie goal. Daar valt hij ook extra op. Maar doet heel veel werken op het middenveld. Wint veel duels. Ja, dat is echt een hele belangrijke speler. Ook vanavond tegen Inter bleef hij ook gewoon prima op de been.